Okidoki. Daily challenge tijd. We gaan eens zien wat we allemaal voor kiezen krijgen vandaag. Dit is Russisch. Is dat .bg? Oh, wacht, misschien dat het hier ook op staat. Nee. Ik dacht dat ik daar .bg zag staan. Ja. Dus dit is, het is in Cyrillisch, moet ik zeggen. Het is niet Russisch, het is waarschijnlijk Bulgaars. Maar we zijn al een stukje verder dan dat we toen net, dan dat we toen net waren. Bij het begin. Zou dit dan de... Ik denk dat dit allebei de steden zijn. Dus ja, want dit is die... En dit is die andere, dus we zetten hem ergens hier tussenin even. Gaan we kijken welke van de twee we nog meer gaan aantreffen. Dan kunnen we kijken of het eventueel dat gebouw ligt. Nog niks. Gewoon kijken, gewoon... Het liefst... Het klinkt heel gek wat ik nou zeg. Het liefst zou ik nou een busje tegenkomen... Waar een adres op staat. Adres kan ik waarschijnlijk niet ontcijferen. Maar. De dingen zeer waarschijnlijk wel. De stad. En. Ja, dat is eigenlijk wat ik wil hebben. Even kijken. Dat is niks. Als ik zo een gok zou moeten maken, maar dat is echt eigenlijk op vrij weinig gebaseerd, zou ik eerder zeggen dat we hier zitten dan hier. Maar wat ik zeg, dat is echt op helemaal niks gebaseerd. Dat helpt ook niet echt. Wacht, is dat water? Is dat water of is dat... Nee, dat is een gebouw. Maar... Dat is wel... Oh. Dat is volgens mij wel water wat daar staat. Waar we overheen gaan. Dus dan wordt... Boergas wordt al een stuk zeer waarschijnlijker. Even kijken of we... Sowieso... Oh, kak. Nee, we gaan het toch niet meer redden. Ja, ik had gelijk. Yes! Ik zat heel even te twijfelen toen ik dat Sowieso Pol zag. Ik dacht van, nee, ik zit verkeerd. Dit is een locatie die wij al een keer eerder gehad hebben. Alleen, ik weet niet meer waar dit is. Ik denk dat dit in Australië, Nieuw-Zeeland... Of... dingen was. Zuid-Afrika. Nieuw-Zeeland, oké. Okay. Mijn eerste gok is dat het hier is, op dat zuidelijke eiland, maar... Ik weet dat ik het destijds... Ik heb het niet kunnen vinden. Maar ik heb al de... Omata. Wat was Omata niet de naam van de... Dingen is, maar van de... De stad... Ja, want het zou... Dat zou zijn, zeg maar, in het kader van... Dat zou bijvoorbeeld zijn van... Amsterdam Wind Factory. In plaats van... wat is een... Nuon Wind Factory. Het zou niet onmogelijk zijn. Laten we eens kijken of we Omata eventueel kunnen vinden op de kaart.
Otaki. Wat ik zeg, het is echt een gok op eigenlijk niks gebaseerd. Omarama. Het is echt op niks gebaseerd, maar... Wat nou als ik het verkeerd gelezen heb? Ik weet niet, ik twijfel echt heel erg. Want wat ik hier zie is nog niet echt iets wat ik zie. Denk van, ah, dat is het zuidelijke eiland. Dus ik ga gok nemen. Als het daar is, dan ga ik me echt voor mijn kop slaan. Oh, het was daar niet. En Omaat is inderdaad de plaats. Yeah. Ik ben blij dat ik aan mezelf twijfelde. Zo van... Weet je... Het doet niet aan als het zuidelijke eiland. Ah. Oeh. Soms kan twijfel nog wel eens goed zijn dan. Oh boy. Waarom kan ik hier niet naar de zijkant? Wat zit daar? Is dat een bedrijf? Is dat een... Ja, absoluut. Ik wil er absoluut vooruit in plaats van op dat ene bordje kijken. Nou ja, dit... Ik probeer te kijken... Zo, wauw. Huh. Te zien. Ah, kijk. Dat is wat ik... Ik denk dat het Mexico is. Ja, Mexico. Guadalajara. Dat weten we waar dat ligt. Nou, ik zeg niet dat Guadalajara de ding is, hoor. De 76. Ik denk eerlijk gezegd dat we hier aan de kust moeten gaan zoeken. Dat is Tepic. Kijk. We komen er wel. We weten dat we 76 moeten hebben. Dat is het belangrijkste. Want ik wil eigenlijk even terug kijken of we... San Blas. Laten we kijken of... Was dat hier in Gea? Ja, vlakbij. Naya. Crap, ik kan net niet lezen. Ik weet dat er even verderop staat om dat duidelijker. Is dat daar? Dat is daar, denk ik, ja. Even kijken. Nayarit. Je zou zeggen... Nogmaals, ik laat hem gewoon lekker op... Dan zou je zeggen dat we hier ergens zouden zitten misschien? San Blas. Oh, wauw. Dat is echt... Veel, veel dichterbij dan ik verwacht had dat ik zou staan. Wat? Nee, dat... Ik ben echt, echt heel... Dit had ik niet verwacht. Jeetje. Dit. Gebaseerd op wat ik tot nu toe zie, is dit waarschijnlijk Senegal.
Jeetje, dat was echt gewoon onverwacht dichtbij, zeg maar. Ik denk echt van, oh weet je, er staat San Blas 11, dus nou, dat zal 11 kilometer zijn. Dan ga ik kijken of ik eventueel dat, wat was het dat ik zocht? Dat Naya Vir of zoiets? Kijk, zo goed is mijn geheugen soms. Dat ben ik nu alweer helemaal vergeten. Bienvenue. De San Luis Il Esor. Dat is niet. Dat is Mauritanië. Nou, dan ga ik ervan uit. Even grof gezegd. Dat. Even kijken of we. Ja, kijk. Dat dit. Dit hele gedeelte. San Luis is. Ja? Dat lijkt me ook wel vrij. Logisch. Dus wat we dan zoeken is Ile de Sor. Ile de Sor. Even kijken of misschien een betere. Want het andere dat is niet echt een. Een ding, hè? Ja, dit is niet San Luis zelf, hoor. Dat kan ik wel zeggen. Even kijken, hoor. Dat is ongeveer hier is midden. Ja. Het probleem alleen is. Het is niet echt een probleem. Het is een uitdaging. Maar er zit hier nog veel meer. Even kijken, ik was die kant op gegaan? Nee, ik denk niet. Oh. Godzijdank. Voor één keer ben ik blij dat hij niet. Nagala. Nagyat Sharir. Als ik iets tegenkom wat daarop lijkt. Oké, sure. Oh, wauw. Het was gewoon. Ah. Oké. Nou. Nee, ja, dat is niet. Ja. Oh nee. Dit ziet er. 5 en 2 77, ja, Kumo. Ja. Dit is Japan, maar. Is dit Japan? Of is het. Ja, wat zou het anders zijn, namelijk? Dat is het. Oep, noep, 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 noep. Dat is wel een beetje te enthousiast ding. Het probleem wat ik er op dit moment met name mee heb, is het feit dat het groene. Tenminste, ik denk dat het groen is. Groene bordjes zijn. En dat is. Dat is een beetje het probleem wat ik heb, zeg maar. Want groene bordjes zijn niet echt heel standaard in Japan. Dus dat. Staat hier iets op? Nope. Maar ik zie hier verder op een grote bord staan. Dus dan hoop ik dat helpt. Vijf en 2,77. Dit is. Ja. Yeah. Dat gaat een uitdaging zijn. Laten we eerst de usual suspects uit afzoeken. Oh,
Hoe? Ha! Nou ja, oké. En... ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen. Ik weet niet oprecht wat ik hiervan moet zeggen. Wat is dit? Waarom? Wat is vandaag? Serieus. Ik denk van, weet je wat? Er staan wat noordelijkere bomen. En ik heb pas de eerste aflevering van wat, hoe heet het, dat programma van... oh, het was op de andere. Oh nee, het was op de andere. Van James May, Our Man in Japan, gezien. En daarvan had ik gezien van, nou, Hokkaido is het noordelijke eiland. Sneeuw, bomen, et cetera. Ik van, nou, weet je wat, wat ik zie staan is... Wat bomen die wat noordelijker zijn. Maar het is nou niet zo dat ik zeg van... Nah, puh, gelijk overtuigd. De... Ari. Nou, dit is een... uiterst goede score, moet ik zeggen. Ja, nogmaals. De mazzel ligt hem vooral hierin. Want als ik hem hier had laten staan, dan had ik het... Dan was het 3000 geweest. In plaats van... Laten we eens kijken, wat was het? Dat was nummer 2, vraag ik. Ja. Nummer 2. Dat was het... Zeg dat het 3000 was geweest. Ongeveer. Dus van 1400 eraf. Dan had ik het misschien net gered. Of net niet. Dus eigenlijk zit de grote mazzel zit hem hierin. Ja, en mijn grootste mazzel vind ik wat mij betreft echt... Dit is een van mijn bizarste plaatsingen ooit hier in Mexico. Echt. Ja, weet je wat? San Blas, 11 kilometer weg. We zetten hem daar wel weg, dan kunnen we daar... Oh, ik zit er bovenop. Hups. Maar goed, dat was hem voor vandaag. Morgen weer een dag, dus tot morgen.